Yo, Rosalina. Die is op. Ik bedoel, nee. Ik doe eventjes haar stem hè, voor jou, Sander. Dan weet je dat. Ja, doe nog een keer. Let's go! Ja, het is dat zo. Mm-hmm. Ik zie je toch? Ik zie dat je die al omgedraaid hebt namelijk. Dat ik zo'n goede gast ben. Okay. Oh, goed. Hoe is dat het? Geloof je het niet? Oh, ja, ik moest even mijn muis op in de weg. Je muis zit in de weg. Nee, die muis, hoe vaak kan ik ingooien? Ik meen het. Ik heb al... Echt waar, als er zo'n ding is, waar je in kan gooien, dan ben ik hem. Echt waar. Oh, dankjewel voor de coins. Maar 3 coins ook echt. Ja. Jippie. Hey, maar ook een partypopper gast. Wow. Een partypopper, zo. So, I mean... Dat is speciaal. 3 coins? Nee. Maar 3 coins en een partypopper? Ja. Die moet ik hem. Niet mij plunderen. Oh, jawel. Niet mij plunderen. Oh. Hé, dat werkt. Hè, wat een mij! Dat het item gewoon goed is. Jij hebt echt een OP item balk nu, jongen. Wat zee, ik was vergeten dat hij die steel ding had. Oh, fuck. Oh, dat is echt fucked. Maar ik heb de items, maar niet de munten. Oh, nice. Ja, met items komen we wel verder, hoor. Nice. Ik alleen geluk heb waar die ster staat. Ik weet niet waar de ster staat überhaupt. Is volgens mij wel even plaats, toch? Of is dat? Ik vind het ook jammer dat je de map niet kunt kijken terwijl mensen bezig zijn. Ja, dat is. Eigenlijk. Ja, dat was wel nice als dat kon of zo. Als je gewoon. Ah aan ja, één... gaat die kant op. Als hij de andere kant op ging, kon die Sander naaien. Maar dat doet hij niet. Oh? Oh? Oh shit! Oh? Ik ga gewoon wel aanspannen. Lekker hoor. Oh, oh. Yo, dat is meer dan 15. Oh, 14. Okay. Wow, dat is voor mij een veel. Oh, kijk. Ja. Ik denk dat is een heel maandsalaris, joh. Yo, Rosalina. Die is op. Ik bedoel, nee. Ik doe eventjes haar stem hè, voor jou, Sander. Dan weet je dat. Ja, doe nog een keer. Let's go! Kan je ook dus even Luma nadoen? Die aan of dat niet? Hoe doet die Luma dan? Je kan me tot veel dingen ben ik toe in staat, maar daar niet. Wat probleem maakt die Luma dan? Helemaal een raar geluid, zo'n raar piepgeluidje of zo. Wacht, ga ik googlen? Nu ben ik nieuwsgierig. Ja, doe maar. Luma sound. Ik deed hem net, wordt compleet genegeerd. Oh, ik hoorde niks hoor. Nee, oh, nu niet. Klinkt het heel niet. Verneukt. Nee, nu klinkt het heel verneukt. Oh, dan kan je doorspoelen, hoor, joh. Oh. Ja, hey. Speeder button. Mijn favoriet. Oh ja, dat is Sander's favoriet, ja. Oh god. Ja, Milan's minst favoriet. Yo, custom dice block. I do love custom. Dat je zo wel in is, Sander. Dat is van die Minecraft maps. Oh, Minecraft? Ja, custom maps. In Minecraft, dus... Kom daar vandaan, het woord custom. Dat moet wel. Niet mij achtervolgen, hè, Milan, dan haat ik je. Oké, Kaatje. Het zei hoe pas toen ik al gekozen had, dat is echt niet eerlijk. Oh, wauw. Boeit mij niet. Waar is die ster überhaupt? Ik heb niet eens opgelet. Helemaal. Minikimmy? Weer tegen mij, wat is dit? Tja. 1-3 is vaak voor de ene heel gunstig hoor, dus ik zou niet zeuren. Ligt eraan welke game? Ligt eraan welke... Wat is dit? Is dat yo? Dat is waarschijnlijk wel helemaal overpowered. Oh, wij moeten waarschijnlijk wit licht creëren en daar moet hij dan in zitten. Oh, is het liedje die je nu hoort? Oh, waarom heb ik geen box op een switch aangesloten, echt waar. Nee, dat hoor je nu niet. Of wel? Oh. Ik heb hem heel zacht staan. Dat geluidje bedacht ik zelf. Oh, kut. Yes, oké, okay, dit kunnen we. Het is precies op elkaar, het is echt net. In principe kunnen we dit. Ja. Ik heb er weer hoop in. Sommige minigames zijn echt gewoon... Nee, niet zo doen.
Volgens mij kunnen we het best gewoon een beetje uit elkaar, hoor. Ze moet gewoon zo lang mogelijk in het licht zitten, zeg maar. Is dat zo? Moet je niet alle drie over elkaar? Volgens mij alle drie over elkaar, toch? Want dan maak je wit. Nee, nee, nee. Volgens mij moet je gewoon een paar seconden gewoon in dat ding zitten, zeg maar. Geen idee. Maar je hebt wel gewonnen, dus gefeliciteerd. Dank je. Ik kan nog steeds niet hoe die werkt. Van welke game is dit ook eigenlijk? Heb ik niet opgelet. 1, 2 of 3, denk ik. Oh, ja, dat ken ik niet. 1, 2, 3 en 8 en... Nee, en 9 en 10 is dat, denk ik. Oh, helemaal daar. Mario Party is 9 en 10, toch? Ja. Ja, nou, die ken ik niet. Helemaal fucking daar. 9 en 10 en 1 tot en met 3. Die ken ik niet. Maar die wil ik ook niet kennen, die laatste twee. 9 tot en 10. Wat jij als eigenlijk als favoriet ingevuld, Sander? 6, met de Day-Night Cycle. Oh ja, oh ja. Maar dat wist je denk ik ook al wel. Ja. Ik heb oprecht Mario Party 1 tot, 7, tot 8 niet gespeeld. Wat? Alleen Mario Party 7 en nice. Ik vind oprecht... controversial meaning... Ik vind Mario 8 eigenlijk ook echt wel leuk hoor. 8? Oh, ik niet. Ik weet niet meer welke ik heb gespeeld, joh. Mario 8 heeft best wel leuke maps hoor. Ja, de maps zijn op zich wel leuk, alleen... De Monopoly map, de trein map, die is heel uniek, vind ik. Heel leuk. Mm-hmm. Ja, dat is op zich wel vet, maar daar heb je zoveel motion controls. Dat is denk ik echt kut. Ja, oké. Okay. Ja, tuurlijk. Maar als jij gewoon op een Wii zou spelen... is hij wel leuk, hoor. Alleen, ja. Maar 9 is zo leuk. Nee, 9... 9 is niet leuk, gast. Je zit met z'n allen in een karretje. Dat is geen Mario Party. Ja, maar het was al Billy. Voor één keer. Maar dat zou je uitgebroken hebben. Nee, alsnog, je hebt de foute mening, gast. Ja, maar die Billy is fantastisch. Nee, je hebt een foute mening. Wat fout? 9 kan niet leuk zijn. Dat mag niet. Als je dat gewoon doet, negeren, gewoon negeren, Munty. Gewoon negeren. Ja, maar oprecht is Mario Party de eerste, dus dan had ik dat wel gedaan, dus. Nee, oké, dan is het goed. Dit wordt echt een lange minigame, heb ik al gezien. Laten we maar starten. Deze is Rage Quit. Ik had deze vanmiddag ook al gespeeld. Oké, Sander. Nee, ik ben bezig. Wat is voor die startbutton? Ja, maar ik snap nog steeds niet hoe die werkt. Gewoon links, rechts, links, rechts. Ja, dat dacht ik ook, maar... Maar ik snap nog steeds niet hoe die werkt. Ja, maar... Gewoon links, rechts en dan hopen dat je boost krijgt. Dat is het ding. Ja, maar hoe kan het dan dat je soms... Oh, je moet... Ja, je moet die dingen pakken, maar je moet de wortels pakken. Ik heb paars, kut. Dat dus. Ja, kut. Wat een kut minigame trouwens. By the way. Te saai, maar. Deze is op een schaal van 1 tot 10 heel erg saai. Is die zeker saai? Hij is net zoals het voorvoegsel van de Gen 7 games, ultra saai. Godver, ik had net die timing verkeerd. Wat een haat ook, daar is Sun and Moon. Ja, weer Sun and Moon, grappie. Eerste, hoor heel ziek, ik hou van deze game, dit is de beste game ooit, Mario Party jongens. Die timing niet afgeneukt. Is mijn nieuwe favoriete game? Nieuwe favoriete game, echt waar. Ik vind deze een beetje kut. Ik ook, hij is nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet, want ik heb gewonnen. Ja. Dus deze is leuk. Een andere plek als je wint. Nee, dat is niet waar. Nou, je weet als dat een minigame niet goed in elkaar zit als Sander hem wint. Nee, dat is gewoon niet Sander proef. Nee, hij zit ook niet goed in elkaar en hij is ook niet leuk. Alleen ik deed net alsof. Ah, oké. Okay. Deze is stiekem B. Daar is een cutie cat achter me. Beam. Oh, ik heb mijn 8 gehoopt, maar ik kreeg een 3. Cat wil een beeld. Ding even. Oeh, je kan een ster stelen. Cat is famous. Rip. Huh? Ik word gewoon gespaard dit potje. Ja, ik vond het niet zo aardig dat ik zo gemeen was met het vorige potje. Ah, daar moet je echt niet druk om maken, want dat hoort er gewoon bij. Dus gewoon Mario Party. Ja, precies. Ik heb alleen geen munten meer. Disconnect. Ik moet even plus.
Je kunt niet disconnecten. Oh, ik moet even wifi stekker eruit trekken, nou, jongens. Sorry. Doei. Nee. Oh, wat? Mijn switch gaat ineens uit? What the fuck? Hoe kan dit nou? Sander, zo komen we nooit bij de volgende board natuurlijk, hè? Nee, dat is waar. Maar waarom mij? Ik snap hem niet. Ja, ik wil wel. Je hoort mij niet klagen. Ik wil heel graag. Hé, hey, Marty, je hebt een ster. Oeh. Weet je wat dat betekent? Dat je meer sterren hebt dan Sander. Ik sta laatste. Let's go. Welkom. Hey, ho, there you go. Ik ben bij een helftvrouw, dus. The next star location is not near me. Nee, niet bij mij in de buurt, want deze game haalt me. Oh, het is waar. Ik ben toch voorbij. What? I need my coins. Sander, je staat er dichtbij. Hoe kan dit? Waarom haalt deze game mij? Ja, maar ik heb 0 coins, gast. Lul niet. Oh, en? Echt, jongen, zeiken dat hij doet voor niks. Jongen, jij moet niet zeiken. Jij is het eerste. Gast. Ja, maar ik zeik dus ook niet. Gaat die jongen zeiken dat ik loop te zeiken? Nou. Yeah. Shine Sparkle. Yo, Shiny. Heb je Shiny on screen? What the fuck? Ik dacht een Mario Party deed, gast. Deze man zit gewoon te multitasken. Okay. Myra, doe eens kaboom. Doe eens kaboom. Als je daar nog coins voor hebt. Heb ik. Ik heb heel veel coins. Nice. Kaboom! Dat was bijna tegelijk! Shit! Holy shit! Het was een soort echo, dat was fucking grappig! Oh my god! Dat is Sander die kaboomen, dus dat maakt het zo grappig. Oh, oeh, geniaal, een hidden blokkaart! Oeh, pak die kaart! Oh, mis! Oeh, dat kan ook nog. Oh! Dat... Oh, wow! Dat was zo. I feel you. Oh, nu ben ik weer. Kijk waar ik zit. Ja, dat, was, dat paste wel op bij jou. Op de kaart. Nee, dat zei ik tegen Munty. Nu gaat Jordi zeggen van, ja, maar je weet toch waar je staat? Wat onaardig tegen Jordi mee. Ja. Nee, dat is gewoon een grapje. Hij kan er tegen. Dat jij er niet tegen kan, sorry hoor. Maar... Je moet 6. Je moet 8. Denk nu nog de map. Nee, zeg nou niet, want dan haalt hij het. Het staat in het scherm dat je nog 7 moet. Ja, ja, maar ik wil wel weten wat daarna kwam eigenlijk. Maar ik zal er wel goed van zeggen, ja. Oké, gelukkig. Kom, een blauw vakje. Kijk, als het nou een rood vakje was, dan had ik 8 moeten doen. Oh. Mm-hmm. Daarom zat ik te twijfelen en te kijken, maar... Mm-hmm. Volgende keer beter. Volgende keer ga ik nog beter kijken. Hmm. Heel ziek. Hey, ik sta weer derde, gast. Degene die me zo net genaaid hebt. Nee. Nou, ja zeg. Oh, sorry hoor. Ja, Sander is erg competitief, ja. Dat is 0 stappen voor mij. Oh, wauw. Oh, hier een blok, Sander. Oh. Pak even die sterretje. Pak even die ster. Ah. Oeh, wel 10 coins. Oh, Milan, weet je nog? First turn. Meteen sterrenblok. Ja, dat had ik, dat was echt bullshit. Uiteindelijk had ik die volgens mij wel gewonnen, maar... Ja, dat klopt, maar het was wel echt bullshit. Het was wel bullshit. De grootste bullshit die ik heb meegemaakt met Mario Party... is met Justin, dat in Mario Party 4 krijg je ook zo'n item back. En toen had hij in die item bag, die had hij gekocht voor 30 coins, zaten 2 magic lamps ter waarde van 30 coins. Dat was echt waar. Echt heftig. Dan word je mee gewarpt naar de ster, zeg maar. Dus hij had echt zoveel. Is dat die ultra lange cutscene? Met die kip? Ja, die ultra lange cutscene met die kip is dat, ja. Jou denk ik nu ook echt keer dat het een kip is. Omdat je dat de eerste keer toen we die cutscene kregen, toen zei jij, oh, dat is met die kip. En ik mijn brein de hele tijd van, oh ja, dit is weer die cutscene met die kip, maar dat is helemaal niet. Oh, wauw. Je hebt me echt wel mijn hele brein gefukt, gewoon. Heel ziek.
30. Niet te veel, ja. Dat is wel niet te veel, dus... Ja, aangezien Myra en Teun hebben allebei helemaal niks, wat. Dus dan moet het van onze coins gespeeld worden. Oh, ja, dan moet ik winnen. Oké, okay, nee, dan... Please. Note to self, win. Ah, ja, dat is wel goed, ja. Wat moet je doen? Oh, ja, moet je doen? Moet je elkaar wegstampen. Oké, okay, ik had dit. Wacht even. Mijn foto. Dit is net ook die video met Super Mario Party. Moet je op de foto komen? Ja, toch? Gewoon ja. Nee. Niet Super Mario Party. Daar gaan we het niet over hebben, gast. Dat was een beetje hetzelfde als deze. Nee, daar hebben we het niet over. Oh, sorry. Zo. Nee. Oh, nee. Nee, ik sta ernaast. Sta ik er nu niet op? Naast. Ik sta er naast. Ik sta gewoon vlak naast, fuck zie. Ik ben gewoon Thai. Krijgt er dan niemand geld? Huh? Oh, ja. Ah, je krijgt geld terug. Heel ziek. Oh, oké, okay, what the fuck. Hoezo kon dat taaien? Want jullie waren wel gewoon in beeld. Ja. Ja, dat vind ik wel bullshit, eerlijk gezegd. Ja. Ik weet niet, apart. Maar normaal is het met... Loopt hij nou weer vast? Ja. Yeah. Dit is de derde keer? Huh, loopt hij vast? Ik zie dat helemaal niet, joh. Bij mij loopt hij vast. Ja, bij mij loopt hij ook vast, hoor. Ik denk dat hij... Ja, nu merk ik het wel, ja. Opzitten. Hij liep bij mij precies vast toen hij stond voor player minigame, ja. Dus het viel niet zo op. Maar toen ik sticker wilde doen, toen viel het me wel op, ja. Ja, die zit bij mij helemaal vast. Het zou leuk zijn als hij hem dan net voor die minigame zou opslaan, weet je wel, maar... Oh ja. Helaas. Nope. Oh, nou, jij kan wel vast spelen. Ja, jij kunt gewoon je spullen. Oh ja, ik ben als eerste. Pas bij de laatste persoon gaat die minigames aan, toch? Mm-hmm. Ja, echt kut. Maar goed, het is ook niet om de turn. Dat scheelt ook wel. Ja. Grote vraag is, ga je nu wel hetzelfde doen als wat je net deed, of niet? Nee, dat ga je niet doen. Dat zou wel het eerlijkste zijn, maar ik... Ja, ik doe wel gewoon het eerlijk, gewoon wat ik net deed. Dat is het gewoon kut. Moet nu opnieuw salty worden. Heb ik helemaal sorry, geen zin in. Ja, dan moet je opnieuw doen. Dan weer opnieuw salty. Oh nee, wat gebeurt er nu? Waarom stel je nou even voor mij? What the fuck? Dit had ik niet verwacht. Het is ook echt niet alsof ik het al een keer gezien heb en dat het al een keer eerder is gebeurd. What the fuck? Wat? Hey? Ik snap er niks meer van. Oh. Lippen. Die is leuk voor de Twitch compilatie. Hm. Je moet een kant kiezen. Ik zie je ook niet op de kijken, dus wat de fuck ben je aan het doen? Nee. Myra? Sorry? Je bent nog bezig, hè? Oh, ik ben aan het opletten. Excuses. Ik denk wel, ze kijkt en niet op de kaart en... Ik sta gewoon stil van, oké. Okay. Ja. Wat ver ben ik niet eens gekomen, daarom was ik aan het twijfelen. Oh, er gebeurt, ik kon niks versus? Kiezen ook. Oh nee, het is niet de laatste 5 turns, dat is jammer. Op zich hadden ze van mij ook wel mogen doen dat altijd als twee mensen op hetzelfde party komen. Dan duren games echt heel lang. Hoe vaak gebeurt dat nou echt? Precies op hetzelfde vakkie. Stiekem. Kijk, als je langs elkaar gaat, hoeft het van mij niet, hè? Alleen als je echt op hetzelfde vakje staat. Oh, 16. Dat is echt veel. Oh, wat doe je? Op hetzelfde vakje in battle? Ja. Ja, dat zit erin, hoor. Ja, alleen in de laatste 5 turns. Okay. En ik denk, zo vaak gebeurt dat niet, dus dat kun je ook wel de hele turns doen. You got a star. Star? Ik ben wel blij dat de voice acting voor mij gedaan wordt. Ja, ja. Ja. Nou, zo. Ik denk niet als zo. Je hebt een ster gekregen! Ja. Lekker Nederlands! Je moet even doorklikken, Munty. Ja. Yes. Dat is cool. Oh, ik ben nou genaaid, hè, want ik kom dus niet op dezelfde plek terug. Dus ik heb hem nu niet. En net had ik hem wel. Oh ja, dat is wel een ding. Ah. Ja, geen medelijden mee, Milan. Geen medelijden mee. Dat is wel echt goor. Dat is wel gehoord, nee, dat is terecht. Nee, Sander, als je zo wil winnen, dan weet ik dat. Ik
sta laatste gast, dus ga je nou zo doen? Gaat hij zo doen hoor. Gaat hij zo doen? Nou, weet je wat, ik stop ermee. Het is toch een cupmap. Wauw. Space. Ik snap ook niet waarom ik deze van alle heb gekozen van ja, nee, die vind ik... Dit is mijn leukste. Ja, dat is nu wel veranderd, denk ik. Nee, maar ik ben sowieso geen spaceman, dus ik snap het eigenlijk sowieso niet, maar... ik moest iets kiezen en ik ken ze allemaal niet. Dus ja. Oh, kan ik nog terug? Ik had die... Ik denk dat morgen hebben ook wel wacht. Mushroom willen gebruiken. Fuck, Luigi time! Ursa Space. Dit is eigenlijk gewoon een battle minigame. Ja. Waarom hebben ze versus en battle omgedraaid? Dat vind ik wel raar. Ach, maakt niet uit. Nee, dat maakt wel uit. Omdat het in de oude games in waar dit op gebaseerd is wel zo was, zeg maar. Wow, oh, ja, okay. Sander, wij worden hier zo hard genaaid. Oh god. Oh ja, dat was vorige keer niet, want toen was het gewoon 5 coins. 7, ah, ja. Maar ja. Oh ja, 7. 5. Tipsy Turny. Nee, Chip Jolt Challenge. Hè, wat is dit? Aim dit and Power is part Swing. 3. Je moet golven of zo. Ja, moet je aimen, power geven en swingen. Ik vind het wel goed. Ja. Ik heb een plusje gedrukt, maar anders doet het allemaal lang. Oeh. Okay. Dus laat ik van Mario bekolven hoe het zou moeten zijn. Ja! Oh ja, dat maakt je ook. Touché! Ik heb Mario Golf niet gespeeld, dus ik snap de grap niet. Je bent de winnaar! Oh, ja, maar ik wil wel beginnen, gozer. Nou, nu vind ik het niet meer leuk. Ik wil wel beginnen. Nu doe ik niet meer. Ik weet niet of dat een voordeel is, hoor. Nee, is het niet. Ja, ik weet het ook niet. Per se, maar... Kut, ik weet niet hoe lang ik moet doen. Ik denk, het ik denk dat dit niet... Ah, jawel, is wel gunstig. Ja, want dat hij een beetje zo'n bolletje... Hoe niet verder? What the fuck? Oké. Physics in deze game. Ja, want hij hoort verder te rollen, van. Officieel. Maar dat doet hij niet echt. Nee. Ze dachten, hij rolt heel ietsje... Waarom zouden we physics doen als we dat ook niet kunnen doen? Hate to break it to you, but jij gaat niet winnen. Jij ook niet. Oh, nee, ik ook niet, maar... Nu misschien nou, ik denk het wel. Ja, hij verplaatste hem nog op het laatst. Oeh. Ah, kan nog. Kan nog. Ik kan hem nog winnen. Hé, hey, Milan, zou je niet willen winnen? Dank je. Nee, ik zei niet, hè? Nee, nee. Okay. Milan, niet zo hard. Ja, doe maar zo. Nee. Doe maar ik ben zo. Rustig aan het kijken. Nee, maar zo hard. Waarom deed je dat is kut. Hij rolde nog weg. Kaboom. Kaboom. Mamam. Ah, Yoshi helpt. Die helpt, een klein babytje. Ah, dat is wel zielig. Je hebt wel meer coins dan net. Oh, dit ging om heel veel coins, ja. Dat is wel boom. Oh, dat is heel ziek. Het mag wel vaker gebeuren als het zo gaat. Oh, lol, die versus space gaat ook weg. Dat is wel sad. Ja, dat had je toch... Ja. Dat was eerder ook al wel. Dat is me nog nooit opgevallen. Ja, ik liep er net overheen en dacht van, oh, oké, okay, hij doet niks. Jammer. Bumperballs, nice. Wat is dat? Bumperballs? Deze ken ik wel. Kijk zo. Deze ken ik. Eerlijk, deze ken ik wel. Moet je als eerst afgaan of als langs ja, op? Ja, Sander moet als eerst eraf gaan. Oké, okay, nee, dan weet ik het. Nee, ik wil niet die heuvel. Nee. Oké, okay, ga nou maar starten, ja. Yo, ik was al bezig. Ik was je gewoon een stapje voor. Nee. Jongens, waarom gaan jullie allemaal op mij teamen? What the fuck, jullie zijn echt naaiers. Nee. What the fuck? Nee. Ik haat jullie. Zegt hij met een big smile. Oh, ha.
Dit is wel viezigheid. Het is net tennis dit. Huh. Ha. Ja, de hele tijd dat. Tennis gaat dieper. Oh, ha. Huh, sprong jij nou? Of leek dat zo? Ik werd een soort van gelanceerd. Nee, dat lijkt zo door die bubbeltjes. Leuk, hè? Oh, ha. Woe! Oh. We hadden het gewoon moeten uitzingen en dan hadden we gewoon allebei coins gekregen. Eigenlijk wel. Ja. Als je slim was, hè, Milan. Maar ja, dat ben je niet. Sander, doe eens aardig, jongen. Maar ja, ik ben gewoon een dikke faker. Dat is mini. Oh, no nee, change. Dat ben je niet. Geeft niet. Nice. Oh, 14, oké. Okay. Niet iedereen kan slim zijn, gast. Ik heb geen items, dus let's go. En ik gooi 1. Oh nee, 2. Zit in de buurt. Ik gooi altijd zo laag, hè, meen je? Ik gooi een 20. Problem solved. Ik gooi de hele tijd super laag. Maar als ik coins geef, dan vind ik het goed. Receive 10 coins. Thank you. Ik ben jou doers. Wel lieverd. Ja. Ja, dat snap ik, maybe. Europa wacht, ik kan beter 1 gooien. Wow, Munty gaat voor die versus minigames. Oh nee, niet Lucky. Lucky, okay. Ja. Dan kan hij coins krijgen of wat anders. Ik ben echt heel blij dat hij dit deed. Dat is wel slim dan, want hij heeft niet genoeg coins om... Ja, op zich is het niet heel... Ah ja, dat is wel slim. En Sander wordt nu 1. Wat moet ik? 3. Ja, die had ik ook gekozen. No risk taken. Slim, Sander, slim. Ja, want jij maar nooit, want ik heb gewoon net eentje te laag, zoals ik. Ik had 4 wel kunnen doen, maar ja. Boeien, Ruud, boeien. Weet je, ik kan wel bewaren, maar dan baal je als je hem niet hebt gebruikt. Mm-hmm. En als je hem wel gebruikt, dan denk je, ah, boeien. Ja. Ja. Yo, Toadette, mag ik je bedanken? Ah. Doe toch. Bedankt. Boom. Kaboom. Kaboom. En waar gaat hij nu heen? Hawaii. Gaat ze weer daarheen? Oké. Okay. Wat een vieze bitch. Dan gaat ze weer. Ja. Ik weet niet meer waar ik sta. Oh, ik sta helemaal daar. Jullie doen het niet. Wat? Wat? Even mezelf congratsen, want jullie doen het niet met mijn stem. Nee, slim. Dat hoef je ook niet te wachten, hoor. Oeh, een golden pipe, Sander. Een golden pipe voor 25 coins. Ja. Nou, er komt echt wel een maar moment... Maar dan moet je nog coins hebben voor de ster zelf. Ja, maar er komt echt wel een moment dat hij 20 coins heeft. Zeker wel. Of niet? Nee, grapje. Nice. Nee. Kom uit de bodem van je hart kwam dat. Ik vind het eng. Help. Eng? Ik ben bang. Ja, ik ben bang voor je. 20. Oei, joh. Skeleton key. Skeleton key, daar heb ik toch niks aan. Oh ja, nee, wacht, die vond ik mooi. Yay, skeleton key! Oh, nu heb ik de double dash. Oh, nou, oh, trouwens, misschien was het, ja, misschien is het helemaal niet zo erg. Ja, ik weet niet. Huts. Huts. Ho. Twee. Gaat dit? Oké. Dit is positief. Oh nee, dit is niet positief. Gaat het oh, waar gaat die oh, dat gaat naar jou toe, shit. Voor mij is dit wel positief. Gast, wat wil je nou met Disney positief? Het is hartstikke positief voor mij. Ja, maar voor niet voor Milan. Fuck. Ja, hey, denk ook eens aan je medemens, Milan. What the fuck? Ik denk aan iedereen behalve aan jou, Sander. What goes up? Oh. Ja, what goes up, gast? What goes up? Oh, dit is paratroopa springen. Waarom bedenk ik aan dat spel van vroeger? Hoe is dat ook alweer? Ja, Doodle Jump. Ja, oh, yeah, Doodle Jump, ja. Heet dat zo? Met die... Ja. Met die hip-hop kleding? Oh, kut. Doodle Jump. Ik had ja, Doodle Jump. Daar had ik op mijn eerste touchscreen telefoon. Nou, dat was heel ziek. De Samsung Star had ik. Ja, zo eentje. Ja!
Ja, oh, die kop was op de precies die. Hey, Sander, zullen we starten? Oh, ja, sorry, ik was al gefascineerd helemaal een dual jump aan het spelen, gast. Sorry. Dual jump is shit. Ik weet niet meer of dat diezelfde is, maar ik denk het wel. Oh, fuck. Ja, hij was met zo'n geel basie. Oh nee, dan is het hele andere. Ik had zo'n hip-hop karaktertje. Die dat tegen de muren in kon bouncen en zo. Die was echt lastig. Oh, fuck. Of in de stages en zo. Ik ga echt zo slecht nu. Ja, ik ook hoor. Ja, ik ook. Oh, dat is mooi. Godverdomme. Die Koopa mag wel even bewegen, want ik kan niet langs. Oké, okay, dankjewel. Nee! Koopa! Wat doe je nou? Move your ass. Maar het is ook een paratroep, hè? Doe je gewoon gelijk, Sander. Maar oh, die is al gelijk! Oh. Ik had nog veel hoger kunnen staan wel, hoor. Maar... Ja, ik ook hoor. Ik had dat gewoon kunnen winnen, hoor. Munty? Echt, ja, Munty, ja, ik weet dat we gelijk staan, maar eigenlijk had ik gewonnen, want ik had wel beter gekund. Dus dan weet je dat. Dus wie is hier dan de loose? Je kan beter, maar je doet het niet. Ja, hé, hey, Milan, je moet niet zo gaan doen, hè? Nu. Nice. Ik, op 33, zo. Niet op 33. Ja, hoe vaak ik één gooi, ik meen het. Of ik daar niet een extra punt voor krijg, of zo, aan het eind van het spel, weet ik het ook niet. Ja, de anti-running star. Oh. Ja, de slow-mo star. Die bestaat wel in sommige Mario Party, de slow-mo star. Ik hoop ook een nee, want ik ben echt klaar met hoe vaak ik één gooi. Ik kan net zo goed. Ah, nee, mijn kamer. Munty, oh, Munty, dit is echt gewoon zielig. Heel erg oprecht. Die had je ook in één dice kunnen gooien, hè, Munty, dat weet je. We voor de volgende lekker, keer gooi je meer. Lekker invrijven. Wat een lul. Oh, man. Hoor ik vaker. Ik snap nog steeds niet waarom, maar... dat zien we later wel of zo. Oeh, Sander, ik zou zo'n golden pipe ben gebruiken. Ik? Yo, weet je wat ik ga gebruiken? Nee, god. Die diceblok. Wow. Ik had jullie gedeceived, hè? Heel ziek. Ik dacht die werkt niet. Weet je wat je kunt doen? Let him go. Doei, baby. Let him go. Nee! Oh, wacht, dat hoeft niet. Ik dacht, nee. Ik dacht ook wel. Kaboom. Jokie, ik heb van je. Koopa Bank! Twee coins voor Sander. Twee coins, baby! Nog maar vier te gaan en dan ben ik tevreden. Zoals ze dat noemen in het Nederlands. Luigi time! Luigi, ja, dat zegt mijn zus altijd. Ik ben grappig. Oh, maar je kunt die 1, 2, 3 ook op anderen gebruiken, eigenlijk. Dat is... Ja. Waarom vergeet ik het altijd? 2. Oeh. Nee. Rot op, goos. Oh, wacht. Op zich is het helemaal niet zo heel erg. Oh, ja. Oh, dat is misschien haast nog wat chill. Oh. Oké, dit was wel leuk. Munty krijgt nu ook weer een kans. Ik zit ook gewoon aan de hele andere kant van de map. Hey, Milan. Sander, we got this. We brothers. We zijn samen. Winner or dinner. Ik vind ons wel een cute koppel, Rosalina en Luigi. Ik ga eerlijk met je zijn, ik vind ze cute. Oh, deze ken ik volgens mij. Oh, deze ken ik ook. Dit is Mario Party 8. Okay. Dit is niet mijn... Volgens mij heb ik deze wel gespeeld. Heb deze Mario Party al gespeeld dan? Was deze op de Wii of zo? Kut. Ja, deze was op de Wii. Dan heb ik deze waarschijnlijk gespeeld, denk ik. Zullen wij gaan starten? Ja, deze ken ik ook. Oh, je kan springen. Ik zit helemaal op de spelen zonder te springen. Ik heb laatst nog die Shy Guy treinmap gedaan. Ergens. Maar wie hoor ik? Ook nog bij jou, sorry. Nee, ik wil niet gebeten worden. Oh, maar dit is wel chill, want dit is een coins ster, dus ik win... Ik heb dan meer kans om... dit te kopen. Ik moet zeggen dat ik het niet echt een uitdagende minigame vind. Nee, klopt. Ik herinner me dat het vroeger moeilijker was, tenminste zo zat ik in mijn gedachten, maar ja. Nee, je moet ook pas voor die... Ik weet niet of die laatste nou wel of niet had gepakt, maar... Het had interessanter geweest als er ook zakjes in zouden zitten. Ja, zakjes inderdaad. Ik ook Ja, klopt. Mario?
We zijn gewoon dood. We zijn gewoon dood. We died. Yo, Flygon, stop even met die shitstorm. What the fuck? Het ergste is omdat iedereen nu weer fucking veel geld heeft voor niks. Laatste 5 turns, wie staat de laatste? Het is je boy Sander. Oh nee, niet. Ik denk trouwens dat Munty achter de laatste staat. Nee, ik zei het niet. Nee, het is waar. Oké, nee, dan hou maar niet je mond. Hij heeft wel een gold light. Dus ik bedoel maar. But who will win? Let's hear the prediction. Nou, Sander wint waarschijnlijk, zegt hij dan. Oh. Nee, Yoshi gaat winnen blijkbaar. Oh. Wat ben je lief, shy guy? Wat? Vaak zeggen ze altijd de laatste vrouw. Wat? Het is altijd laatste krijgt een bonus. Hoezo krijg... Gaat hij ontploffen? En dan moet ik even kaboom. Ja, de kaboom heeft wel cooldown eigenlijk, dus... Bang worden ook van vrienden. Oh nee, toch niet! Kaboom! Let's go! Kaboom! Kaboom! Ik ben zo'n golem. Ik ben een golem, een fortress, een pineco en een voltor bij elkaar. En je bent een vanillite met mirror code. Een beetje fucking vanilla uit. God, god. Even voor context. Oh, ik krijg geen coins, jammer. Ja, dat is wel sad. Dat is wel sad. Even voor context, Sander die, en ik speelden Ultra Sun and Moon. En toen moest Sander tegen een vanilla. Ah, nee. En toen killde die vanilla volgens mij 1-hit KO. Alleen hij had Mirror Code. En daardoor kreeg hij de dubbele damage terug. En toen ging zijn Pokémon dood. En in de Nuzlocke is hij dan helemaal dood. Oké, dat is chill. En Sander was 18. Oh, wat kut. Ja, dan moet ik deze wel gaan gebruiken, denk ik. Ik zou het wel doen, man. Ja. En het gouden Ik heb peep. Altijd nog de 1 tot 10. Oeh, een goeie 0. Nee. Dat is nou jammer. Kan dat in deze game? Nee, natuurlijk niet. Nee, fucking hell. Ga ik weer 0 gooien hoor. Zul je al het net zien? Ja, hier. Ik zie het alweer gebeuren. Oh, een 0. Oh. Bij no wel een 1 voor hoor, maar. Wel een 1 voor, maar. Dat boeit niet. Dat boeit niet. Het gaat om die 0 die ik zag. Oh. Yo, Toadette, waar ga je naartoe? Ga even op een gunstige plek staan, alsjeblieft. Gunstig. Ik zei gunstig. Yo, de student kan niet luisteren, what the fuck? Heel crazy. Ja, dat ga ik nooit halen. Oh, auw, die doet pijn. Ja, maar je had geen 50 coins, hè? Ja, daarom doet hij pijn. Mm-hmm. Pff, yes. Dan nog word ik genaaid. Ik dacht, bij Sander is het standaard dat ik genaaid word. Alleen, dan doet hij random en dan word ik alsnog een high. Ik had eigenlijk gewoon Munty moeten kiezen, alleen dat vond ik zielig. Dus ik denk, weet je, ik doe random, dan ligt het niet bij mij. Oh, Munty joint me in de comments, in de chat. Nice. Een beetje comments bij me ook gepraat aan iemand. Oh, op zich 10, dat kan ik volgende keer halen als niemand anders het haalt. Oké, dat is wel chill. Het is Luigi time! 11. En je hebt alleen maar normale dashboard, dat is gunstig. Toch 9. Ah, zo. Let's go. See. Had je niet beter Jason kunnen doen? Nee. Maar ik heb wel een mooie 1 badge voor me nou. Waardoor er gaan 5 coins van me gejat. Ja. Mm. Ja, dat komt omdat je erop staat als hij 0 heeft. Moet je ook niet doen. Oh, ik ben te lang. Oh. Nee, dan ben ik blij dat ik dat niet heb gedaan, Sander. Ja, oké. Okay. Shit, hij trapt er niet in. Zo'n minigame. Dat is zo'n game. Nou, alleen maar, we mogen weer tegen jou. Oh, boy. Kom! Oh, moeten jullie... Ja. Zeg niet dat ik moet keepen of zo. Ja, jij moet keepen, ja. Ja, dit is onmogelijk. Nee, dit is zelfs makkelijker voor de keeper dan voor de... Kaboom! Oh, je moet de 10 goals maken? Wat de Dat is daar niet uit doen, gast. Nee, Mario Party 4 wint de keeper ook bijna altijd.
We hebben nog geen enkele. Alleen kan ik niet zien wanneer Rosalina naar voren schiet, want haar kop zit ervoor. Ik heb één gescoord, gast. Oh, okay. Ik kan echt niet zien wanneer als Rosalina naar voren schiet, want haar kop zit ervoor. Ja, nou, dat moet ook. Grote kop. Jawel, want je kunt toch zien hoe ze kijkt. Bij mij is er een bal gelegd. Ja, pas op het laatste moment zie ik het pas. Dit gaat slecht. Ik ben hier volstaan te winnen. Oh. Hoe dan? Eén bal. Dat is echt kut. Oké. Ja, nu gaat hij wel lekker. Maar, ja, nu hebben we nog maar 2 seconden. Oh, nu kan je ook zien wie er heeft gescoord. Oh ja, met de kleuren. Ik 2 keer, Milan 2 keer, of niet? Yup. Dus Munty, wat waren we aan het doen? Ja, Munty, waar was jij in dit hele verhaal, gast? Nee, ik hou wel van je, Munty. Sorry, het spijt me. Nee, niet haten. Please, ik hou van je. I need you in my life. Ik vind de kaart zo grappig, hè. Ja, die kaart is zo cute. Vooral ook dat hij ook gewoon... Ja, ik vind het echt heel leuk. Dat hij hier ook zo heel cute naar gaat kijken, heel ziek. Lucky Space. Dat worden 5 sterren voor Mayra. Ja, alleen staat even te kijken van... Als dat ding weer op 0 gaat, dan ben ik weer de lul. Nee, want als jij er zelf op komt, ben je er niet de lul. Maar als iemand anders erop komt, ben je wel de lul. Mm. Oh, 11. Oh, dat is gunstig. Ah, shit. Ja, dat is heel gunstig. Gaan we weer. Uh-oh, here we go again. Yes. Oh, I'm loving this. Event space, oké, boeit niet. Oei, speedrun. Nice. Ja, echt, hè. Dat zeg ik niet vaak, maar deze keer uitdrukken. Nice. Ik ga 1 doen. Grapje! Ik had je dingen toch mooi te pakken. Die zagen ze niet aankomen. Dat weet ik sowieso, 100%. Oh, Mayra, wat oh, nu ben nice. Ik wel de lul. Volgens mij ben je heel veel coins kwijt nou. Echt? Laser zapper. Die. Nee. 300% ook, ja. Raak nu waarom 300% ik? Van je coins kwijt. Waarom ik? Ik vind het wel zielig voor je. Oh, alles. Oh, mijn god. Ja. Oh, 79. Gast. Oh, van 79. Oh. Niet moeilijk doen. Ja, niet moeilijk doen. Dat was fucking veel. Ja, dat is eigenlijk maar al je coins, gast. Laat Munty er ook eens tussendoor, want we kunnen hem niet verstaan. Wat zei je? Ja, ik zou niet wat ik zei. Doe ik zo mijn best. Oh. Wauw. Gaat er wel. Oh, dat is in de buurt. Ah, ik heb niet genoeg coins, maar het is in de buurt. Legit. Oh, dat is niet in de buurt, want ik ga aan de andere kant. Dus dat valt wel mee. Sander hoort het niet, dat is wel jammer. Oh. Wat? Dat we elke keer die Toadette spammen, dat maakt ook een geluidje. Ja. Oh. Ik wist niet dat het geluid maakte. Ik zag wel dat jullie aan het spammen waren, maar... Ik ga jullie wel gewoon irriteren met het geluidje dan. Oh, op mijn stream horen jullie trouwens wel. Dus als ik dit terugkijk voor de clipcompilatie vind ik dit heel kut. Hoi Zander, je vindt het heel kut waarschijnlijk. Oh, nu moeten we even focus. Oké, let go. Oh, zit ik nu met... Ja, oké. Okay. Rocky Road? Rocky Road. Oké. Okay. Oh, dit is het stenen kapot slaan. Is dit die leuke? Ja, nou, deze is ook leuk. Punch? Ik vind deze ook leuk. Oh, waar ben ik? Oh. Ja, je moet gewoon punchen. En daarna? Oh, dan gaat hij automatisch deze is leuk. Jump, punch en move. En kick. Ja. Oh, ik wil kick. Oké. Okay. Ja, deze is leuk. Oké. Okay. Als ik even mijn best doe, moet deze wel lukken. Ik doe rechts. Ik kan ook een roundhouse kick doen, maar dan moet je het wel goed doen. Ja, maar dan moet je niet risken, gast. Oh, sorry. Oh, thanks, Munty. Ik ga me stoten.
Ja, dat gaan we nog winnen, hè? Dat gaan we nog winnen. Nee, we moeten niet alles op anderen blamen, ondanks dat zij wel ook degene zijn die het doen, hoor, maar... Oh, wat? Munt, die slaapt mij de hele tijd. Nee, Munt, die gaat hartstikke goed, die dat is. Nou, ik word hier ook geslagen. Ja. Oh, heel ziek. Oh, nee, moeten we dat lopen? Oh. Ja, we gaan dit sowieso winnen. Ja. Oké. Okay. Boeit niet. Boeit niet. We gaan gewoon een hoop erin houden, gast. Ja, ja dan... net op 2 seconden, denk ik. Ja. Oh. Ja, dat gaan we redden. Nice. Dit, ik was net te laat met een... Ik wou even een screenshotje maken hoe close het was. En dit was maar... echt close, ja. Weet je, maar erg leuk. Ja, die was wel leuk. Wel een leuke minigame, ja. Ja... Ik snap niet waarom ik deze niet in mijn top 4 heb gezet, trouwens. Die moet er wel in. Ga ik straks even aanpassen. Ja. Tussen de potjes door. En hierna komt gewoon nog een potje, hoor. Dus wees ja, niet ik ga hierna ook nog een potje doen, ja. Ik ga jou ook nog een potje doen. Oh, ik ben fout, want ik kan hem toch niet halen. Oh, hè? Huh? Nee. Even kijken, waar ga ik dan heen? Blauw, blauw, blauw. Ik mis iets. Mag ik een rondje blijven lopen? Oh, je hebt geen geld. Oh. Nee, ik heb geen geld. Ik kan wel een rondje blijven lopen, maar ik heb geen geld. Ik dacht van, nice, maar helaas. Ja, ja, net door die stomme laser. Sorry. Ja, die, dat is wel ultieme gebruik maken van die laser. Oh, wacht. Ik wist niet dat dat een ding was. Nou ja, ik wist wel dat dat een ding was, maar... Je hebt ook geen keus, maar... Ik deed dat niet op, zeg maar, zo van, oh ja, dat is grappig. Nou, ik vond het wel grappig, ja, maar... Pesten. Nee, maar... Ja, vind ik ook wel. Maar dat was niet waar ik het voor deed. Mm-hmm. Nogmaals. Kom alsjeblieft niet weer op een uitroepteken, want dan worden we echt... Ja, jullie zijn ook wel vaak uit de uitroeptekens gekomen, ja, dat volgens wel. Mij is 8 wel op een uitroepteken. Voor mij maakt het niet uit. Tot nu toe. Oh, voor mij maakt het ook uit. Kut. Mij maakt er niet heel veel uit, want ik heb gewoon bijna geen stijl. Oh, nee, gelukkig. 9. Had nou een 9 gegooid. Had ik meer kans gehad. Yay, nog meer coins. Had je niet coins, al. How the tides can turn. Wacht eens. Wil je gebruiken? Skeletten-sleutel. Oh, misschien gaat dat wel helpen, trouwens. Ja, dat okay. Gaat nu sowieso helpen. Ja. Oh, Sander kan gewoon de ster kopen, denk ik nu, of niet? Oh, die komt er net nee. Niet, denk ik. Nee, sowieso kan ik hem niet kopen, hè? Oh ja. 8. Ja, dat gaan we doen. Oh, ik had even moeten checken of ik wel op een blauw vakje kom. Een viewboard kan je nog doen? Of? Ja. 1, 2... Dan Boe ook als 1 vakje? 3, 4, 5. Ik denk het niet. Ik weet niet. Nee, ik denk het niet. Oké. Okay. Nou, dan. Het is sowieso altijd gunstig. Nu hoef ik natuurlijk sowieso geen dingetje. Nee. Ja, thanks for sparing my life. Ja, nee, maar dat is voor mij ook gewoon ongunstig. Je had denk ik beter van Myra kunnen stelen, ondanks dat ze er maar 6 heeft. Want... Nee, want dan krijg je toch ook maximaal 6. Ja, dat weet ik, maar zij is jouw concurrent daar bij de ster, zeg maar. Snap je? Ja, oké. Okay. Maar... Ja, het enige, als we dubbele coins hebben nu, een minigame... Dan is het eigenlijk alleen echt voor mij heel erg balen me. En zij wint hem. Kan wel, maar... Ik hoop het niet. Je dan blok? Ik heb echt gelachen als je 3 had gegooid. Jawel, had ik wel. Nee. Gaat hij zo doen, hoor. Gaat hij zo doen. Nee, dat heb je niet, hè. Cheap, cheap, cheap. Oh, nee. Oh, jeez. Wacht. Oh, waarom? Huh? Ik was nu al... Wat? Hoe werkt dit? Oh, mash to swim. Oh, I start. Oké, ik snap hem. Oké. Okay. Auw. Hey. Dit is een kut minigame. Hoe durf je dat? Dit is echt kut, ja.
Wat? Oké, okay, ik snap hem niet, maar ik doe wel wat. Ik doe wel wat. Je moet gewoon duidelijk en zwemmen. Ah! Fokkij. Ik ben niet zo slecht in. Nou, ik snap er niks van, maar het zal wel... Go, Myra! Ja, ik gun het jou. Was dit dubbele coins trouwens? Want dan gun ik het haar niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb niet opgelet, ik heb geen idee. Nee, ik heb ook niet opgelet. Ik heb ook geen idee. Yo, master of the game. Lekker hoor. Huh? Doe ik je niet na. Nou ja, dat zie je ook wel, maar... In het begin staat er echt geen bal van. Nee, dat merken we, niet, ja. Niet practice, want ik drink elkaar dood. Oké, 16. Nee, dan kan het. Oh, ik kan nog steeds niet genoeg voor een ster. Ja, dat is wel balen voor je. Kijk, want dat staat nummer 2. Oh, kut, daar staat 2. Dat kwam er echt heel sarcastisch uit. Ja, klopt. Zo wil ik het nog echt niet. Dit keer. 7. Oh, ik ga mezelf naaien hiermee, denk ik. Ja, als je rondjes blijft lopen, wel. Telt dat bolletje ook als een... Nee. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan naai ik waarschijnlijk weer door allemaal coins te... Nee. Want als je er zelf op komt, zeg maar... Oh, zo. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, als Sander loopt. Nee, maar... Ja. Oh, ja. Want je hebt dan 1. Dus hoef maar 1 iemand op te komen en dan ben je inderdaad weer al je coins kwijt. Dat wel. Ja. Dus als ik nu nog een keer... Oh, kut. Okay, als je er zelf nog een keer langs gaat, dan is het niet erg, hè? Dit is echt? Op zich goed. Ja, dat is niet erg. Want is niet erg? Je wordt zelf niet geraakt. Je wordt zelf niet geraakt. Ja, dus is ja wel maar als ik nu weer naar rechts ga, dan kom ik weer op die blauwe plek. Dan word ik wel geraakt. Nee. Want als je nu naar rechts gaat, zeg maar, dan wordt dat ding afgeschoten. Dan wordt niemand geraakt. Want er staat nu niemand. Ik sta dan op die gele lijn. Nee. Nu nog niet. Nee, als je nu naar rechts gaat, dan wordt hij meteen afgeschoten voordat jij doorloopt, zeg maar. Oh, zo, oké. Is niet aan het einde van turn. Kijk, hij gaat nu niet. Oh, dan gaat hij eerst en dan... Oké, op die manier. Kan je dit ook doorspoelen? Ja, dat kan wel, maar ik weet niet met welke knop. Of nee, dat kan niet. Ah, ingedrukt houden, oh. Oh, nou gaat nog niet. Pas hierna. Oh. Ik gelukkig, ik dacht al dat ik weer nog live. Tears of Life, zul je bedoelen. Maar ik heb nog steeds geen coins. Yo, Lucky Space. Lucky. Dus nu zijn we kunnen kopen misschien. Ja, nu zijn we kunnen kopen. Als maar niet gaan niks, plaatsen hoor, nadat niks. Jij er komt. Ja, dat dat munt die een of ander iets doet waardoor je verplaatst, dat zou echt heel kut zijn. Ja. Maar dat doet hij niet. Dat doe jij niet! Het werkt. Nu met. Nee. Skeleton Key. Wat lijkt niet op een skeleton? Lijkt me een heel schattig gezichtje van een shoe. Ja, in de oude games waren het wel skeletons. Ja. Doe even 1 gooien. 10, gooi ik 1. Oké, gelukkig. Oh. Oeh. Dat zou ik wel heel goed vinden. Ja, Milan, eventjes deze stad wel voor de stand. Nee. Ja, Sander, het is nog niet afgelopen. Je doet nu heel stoer, maar... Hey. We hebben nog een gehele 1 turn. Ja, maar ik heb nog 1 turn. Oh, jij hebt nog 2 turns. Oh, nee, oké. Nee, nu gaat ze plaatsen. Ja. Ja, ze blijft niet opeens staan. Maar... Jammer. Oh, dat is wel echt... Oh, daar ben ik zo weer. Ja, mijn kennende, ik gooi 1. Dan haal ik hem alsnog niet. Ja, dat kan ik ook. Sander loopt er al voorbij. Oh, Sander komt er gewoon weer nog ik kan hem niet kopen. Maar hij heeft geen coins. Sander heeft geen geld, dus ik kan hem niet kopen. Ja. Ik denk dat Sander in echt ook geen geld. Hé, ik heb deze game gekocht hoor. Ik wil niet veel zeggen. Die kost een gehele 60 euro. Dat noem ik niet geen geld. Ik heb denk ik vandaag de duurste dag uit mijn leven gehad. Bijna de duurste dag. De duurste dag uit mijn leven was toen ik mijn auto kocht. Maar vandaag was het auto is ook fucking duur. Als je 3 dice wilt, dan zit hij rechtsbovenin. Maar heb je dan huis gekocht of een huis gehuurd, Milan? Pak maar. Ook dat niet. Doe maar, rechtsbovenin. Ik zei het toch?
Ik vertrouwde je niet. Nee, ja, maar moet vertrouwen. Kijk, dat je mij niet vertrouwt, dat snap ik. Ja, maar... Ik verwacht dat iedereen competitive is. Ja, maar mag maar één turn, Mario. Dus dat maakt niet echt uit. Nee, oké. Okay. Fair enough. Nou, nee, want dan had ik wel waarschijnlijk een rondje kunnen maken. Aan de andere kant, jij had hem dan ook wel kunnen hebben, waarschijnlijk. Dus ja, in principe. Minigame. Ja, ligt eraan. Zo'n spelletje die heel klein is. Oeh, muntjes. Night. Je mag maar één keer op A drukken, dan schijn je het lichtje en de change-up moet zo dichtbij mogelijk zijn. Oh, deze. Ja, die is leuk. Die is leuk. Die staat ook in mijn top 4. Deze is echt heel leuk. Ik ben echt bang dat mijn change-up gaat aanvallen. Dat wil ik wel gescheiden. Ah shit, ik ben echt loser, boy. 1 seconde te laat. Oh, kut! Myra, ik ook. Ja, je had hem echt makkelijk kunnen halen. Nu heeft Monty gewonnen. En ik de tweede. Ik had hem met de practice wel gehaald. What the fuck sake. Rip. First. Wanneer jij gewoon bij een beurt van deel komt, is het altijd je eigen leeg. Wat zei je, Monty? Wanneer je tijdens de eerste 10 beurten 0 coins had en de 99, maar je hebt maar 1 ik heb een sterretje! Ja. Misschien. Sterretje. Let's get that star. Yo, ziek. Een ster? Eindelijk een ster, duurde heel lang. Zo'n sterrenbeest. Give me is een ster een beest? Ik vind van niet eigenlijk. Nee, het ademt niet, het groeit niet. Het item? Het groeit niet, het plant zich niet voort, dus het is geen levend wezen. Shit the fuck up. Nee, maar dat is gewoon zo, gozer. Zo. Ja! Hé, hey, sorry hoor, dat jij niet weet wat leven betekent. Nee, dat geeft niet, maar kan ik niks aan doen, hè? Dus, dat je oh, niemand is daar in de buurt, geloof ik, van die ster. Nee. Nee, dat is mooi. Behalve dat ik er niet in de buurt sta, dat is minder mooi. Ik heb niet genoeg geld, dus boeien. Peach, the winner. Peach, oh, die ken ik. Die is van Mario. Dat is een persik. Oh. AC. Dat is van groente en fruit. Peach, ja, die persikvruchtje. Nee. Dat is van groente en fruit, dat ken ik. Wow, volg. Wordt een dikke hit op 3, 2, 1. Hier een blokje met Nope. Nee. 3, 2, 1. Waarom krijg ik geen hidden blokje? Ik wil een hidden blokje. Mag ik een hidden blokje met zo'n ster erin? I love ster. Let me go. Oh, misschien had ik het nu niet moeten doen. Nee, boeit. Geen ene hol natuurlijk. Sander, die maakt zich alleen zelf een probleem. Ja, maar dat doe ik al heel graag hoor. Ah, oh, okay. Heel graag. Ben ik weer. Nee. Oh. Oké, okay. Ik ga dood. Ik ben officieel dood. Oh ja, deze telde wel mee, Sander. Ja, nee, dat was niet zo. Stelt niet mee, deze telt niet mee. Waarom zou deze meetellen als de vorige niet meetelt, gast? Oh, oké, okay, Sander, oké. Okay. Vind ik een beetje raar ideetje van je, maar hey, ik heb het niet voorgesteld, hè? Dus jouw idee. Hoe dan blok? Jij stelt het voor. Oh, de final minigame. Maar we hebben alle drie nu 3 sterren, toch? Cast away. Cast away. Oh ja, ik moet wat minder lawaai maken, want mijn maag gaat slapen. Ja, bojo. Ik ook. Oh, hoe moet dit? Cast distance release. Ik heb geen idee waar dat ding zit, want ik zie dat kleine scherm zie ik echt niet. Oh, je voor dingen ook van jouw huis. Oh, je kunt ook view in. Ja, dat zie ik ook net pas. Rotate. Chips. Doe ik even waar? Zullen we starten? Ja, doe maar. Nee. Ik mag hem niet meer. Nog steeds niks van. Ik ook niet.
Oh kut, dat was niet de bedoeling. Hoezo gaat hij zo ver? Oeh. Nee, ik doe echt een heel klein beetje. Nou. Nah. Is dat een kutspel, moet ik zeggen. Wat een kutspel. Ja, dat is waar. Ja, echt hoor. Als ik hem iets te doen. Nee. Het is een zakkie. Hè? Hoe werkt dit? Nou niet. Oh, oh, vandaar dat ik er niks van snap. Wat een huts, een dikke vette huts. Een dikke vette huts. Hou op, Milan. Dit is niet vrolijk. Dit is een kut minigame. Sorry, ik wou niet eens zo ver doen. Ja, dat heb ik dus ook elke keer. Hoe doen jullie niet ver? Ik hey, dat proberen, hey. Maar dat lukt me niet echt. Ja, mij lukt ah, je moet heel comfort. Ja hoor, ik doe heel... één keer zo naar achter gaat hij super ver. Ik vond Sander wel goed. Ja, Sander was niet voort. Mag kuilen. Ja, mij mag het. Oké. Oké. Hey. Hey, blijf. Ik moet blijven huilen. Want ik ben nog steeds huilbaar. Glitch bonus. Die is ja. Community, denk ik. Milan. Als jij deze keihard hebt. Oh, Yoshi. Lekker bezig, Mari. Je staat eerst op het moment. Oh, echt? Nee. De, een lucky bonus. Ik ga er maar één. Ja, dat ben ik trouwens ook nog. Ja, voor Sander. Ik ben een lucky geweest, hoor. Ik heb heel vaak ingegooid. Denk daarom. Oh, ja. Ja, is ook zo. Ik ben niet meer een nice, gefeliciteerd. Oh, nee, we hebben geen niet nog. Hebben we maar twee? Ja, bij als je klepjes start aanstaan, dan heb je er drie. Oh, er komt een ding weer aan. Ja. Oh, ben ik derde? Hoezo ben ik derde? Oh ja, je hebt... Gefeliciteerd, Mayra. Dankjewel. Ja, gefeliciteerd. Gefeliciteerd, Mayra. Hey, maar Milan, deze telt wel, toch? Ja, nee. Mayra heeft nu ook een punt. Ik vind best.